Zoals bekend kon Timmerdorp in Heilo dit jaar niet in zijn normale vorm doorgaan en werd er een alternatieve editie georganiseerd. Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 konden daarom thuis een hut bouwen en een foto insturen van het resultaat. Daaruit werd per wijk een winnaar bepaald. De prijsuitreiking vond plaats op woensdag 19 augustus bij Di Fiorentina. Hey, goedenavond allemaal. Ik praat even ook namens Ed en we staan in de college van Di Fiorentina. De kinderen van Heilo hebben helaas dit jaar geen Timmerdorp kunnen vieren. Dat is echt gewoon verschrikkelijk, dat vinden we echt niet leuk. We hopen dat het volgend jaar absoluut anders is. En Ed belde mij en zegt, Romy gaat niet goed. Dus wij gaan voor die kinderen gaan wat leuks doen. Nou is Ed van de IJsselon, ik ben van Monkertaar Alkmaar. En toen zei ik, nou Ed, wat wil je doen? Hij zegt, we gaan het leuk maken. Dus samen met Ben hebben we gekeken, wat kunnen we doen? 4 wijken, 4 winnaars. Maar Ed was zo onder de indruk van alles wat gedaan is door de kinderen. Dat alle kinderen die hebben meegedaan, en dan help me even als ik het goed zeg, alle kinderen die hebben meegedaan, krijgen een ijskaart. Hey. En dat is natuurlijk gewoon helemaal perfect. Nou hebben wij van de 4 wijken van Wendy doorgekregen wie er heeft gewonnen. En ik zal beginnen met mevrouw Lisa Bokke. Ja, Bokke, wat ga ik doen? Ja? Ik heb je naam. Jullie mogen bellen naar Monkertaal. Dan mag jij met 4 vriendinnetjes of 4 vriendjes, dus in totaal 5 personen, mag jij bij ons de dag komen spelen, krijg je een big Monkerparty. Dus dan is het spelen, eten, drinken, ijsje, het maakt allemaal niet uit, ze maken er gewoon een feestje van. Ja? Dus je hebt het onwijs goed gedaan, kan je. Hartstikke bedankt. High five. Eén graag mee. Hey, helemaal goed. Even jullie geld ook. Neem 2 vriendjes of vriendinnetjes mee. Ja? Hoek bij mij. Laat papa mij bellen. Je hebt mijn nummer wel. Ga mij een onwijs leuk feestje geven. Is dat goed? Hey, en als jullie niet willen, jullie hoeven niet per se de ijskaart te nemen. Ik vind ze ook wel. Of wil je ze zelf? Bellen? Tuurlijk. Tuurlijk, helemaal goed. Hey, dan hebben we bij kleur geel hebben de jongen Jesse Westerbal en Martijn Oort. Zijn die aanwezig? Ja, top. Hey, er staan 2 juniors bij. Neem ze mee. Hebben we nog een broertje of zusje? Hebben we allebei een broertje of zusje? Twee broers. Nou, neem die 2 broers ook mee. Maken we er jullie gewoon 6 van. Maak het donder uit. Zorg dat jullie lekker langskomen. Bel mij. Ik zorg dat mijn naam in de koeken staan. Dus dan kunnen we een feestje organiseren. Nee, ik ben net voor weer anderen. Ijskaarten, idem dito. Lekker genieten, kanjes. Hey, jullie hartstikke bedankt. Volg de vrienden mee. Ja. Oh, hey, in de ijskaarten. Trakteren. Hey, dan hebben we nog gelijk rood. Stefan van den Heuvel. Ole Mandenmakers. Jibbe Mandenmakers. En Lily Krijon, hoop ik dat... Lily is er niet. Oké. En jongens, en jullie geld ook. Bepaal met elkaar. Dus nog 2 erbij. Misschien 3. Dat komt niet helemaal om, hè. Moet voor het meisje ook leuk zijn. Dat moet ook voor mij ermee zijn. Ga een feestje bij me boeken. Ja, ik zorg dat de namen erin staan. Ijskaart. Neem ook de ijskaart voor het meisje mee, alsjeblieft. Ja? Heel goed. Hey, hartstikke bedankt dat jullie hebben meegedaan. En laten we met z'n allen hopen volgend jaar gewoon het echte Timmerdorp. Ja? Hey, en ik weet niet of jullie nu ijs gaan eten, maar veel plezier. Hey, hartstikke bedankt allemaal. Onwijs gedaan.